vandaag hebben wij demotraining gegeven. 5 tegen 5 en 8 tegen 8 naar de regioclubs. Regioclubs eigenlijk hier uit de regio. We hebben een 40-tal partners waarvan de coaches zijn komen kijken hoe dat we eigenlijk bepaalde principes trainen. In dit geval vandaag bij onze U9 en onze U11 elite. Wel, wij willen het niveau van de training in de regio eigenlijk naar een hoger niveau tillen. En het is belangrijk dat we dat zeker doen bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8, omdat we daar eigenlijk de basis leggen voor het niveau in de regio. En hoe hoger het niveau in de regio is, hoe beter dat uiteindelijk ook voor ons is als eliteclub hier in de buurt. We trachten sessies te organiseren zowel voor 5 tegen 5, 8 tegen 8 als 11 tegen 11. Een maand geleden hebben we ook de 11 tegen 11 aangeboden met onze U15 elite. Vandaag was dat met U9 en U11. En ook na nieuwjaar plannen wij een sessie 11 tegen 11, 8 tegen 8 en 5 tegen 5. Ik vond het een heel interessante sessie. Ik ga zeker een enkele dingen meenemen naar mijn wekelijkse trainingen. En ik hoop dat ze dat meer doen. Ja, ik vond het een hele leuke training. De opbouw was heel goed. De opbouw is zelfs te doen, zowel gewestelijk als provinciaal. Dus het niveau speelt niet echt een rol. Het zijn echt oefeningen die ik kan geven op provinciaal niveau.